Hallo iedereen, vandaag ga ik jullie tonen hoe jullie eigenlijk een account kunnen toevoegen op jullie PlayStation. En dit is heel erg simpel en laten we eraan beginnen. De eerste weg is om naar settings te gaan over hier of instellingen. En wanneer wij naar instellingen gaan, gaan we naar gebruikers en accounts. Hier, we gaan naar gebruikers en hier kunnen wij een gebruiker toevoegen. Ik zal maar zeggen dat er bijvoorbeeld bezoek is en er zijn kleine kinderen erbij. Wat jullie kunnen doen is, jullie kunnen gewoon een gebruiker maken hier. Heel erg simpel, ga gewoon naar hier en dan ik akkoord. Heel erg snel, kan je doen. Pak gewoon een avatar direct, gebruiker 1, zeg gewoon oké. En let's do alleen beperkte data. En zoals jullie zien, ik heb al een gebruiker gemaakt. Maar als jullie een account willen toevoegen, dat is een beetje anders. Ik ga dat ook jullie tonen, guys. Dus als jullie die gebruiker niet meer willen, als het bezoek weg is, en de kleine kinderen zijn ook weg en die spelen niet meer op die account, wat jullie kunnen doen is gewoon verwijderen. Dus je gaat gewoon naar hier en verwijderen die account of die gebruiker uit jullie PS5. En nu ga ik jullie een weg tonen hoe jullie kunnen een account kunnen toevoegen. Een echte account zal ik maar zeggen. Wat jullie eerst doen is jullie moeten uitloggen uit jullie account. Dus ga even naar hier en klik op uitloggen. Wanneer jullie hebben uitgelogd, ga even naar gebruiker toevoegen. En dit is een beetje anders. Wat jullie kunnen doen is, zoals jullie zien, snel spelen. Dit is zoals een gebruiker toevoegen. Of jullie kunnen jullie aanmelden. Dus laten we hier klikken. Zoals jullie zien, jullie kunnen gewoon direct al aanmelden. En gewoon als jullie als een account hebben op de PS4 bijvoorbeeld, kunnen jullie gewoon dit gewoon direct toevoegen. Maar zal maar zeggen dat jullie een account willen maken, kunnen jullie ook gewoon naar hier gaan. Maak een account. En het is eigenlijk een beetje dezelfde zoals hier. Je kan hier ook eigenlijk jullie account toevoegen of een account maken. En dat is heel erg simpel zoals jullie zien. En ja, dit was gewoon de video. Dit was gewoon een video hoe jullie eigenlijk een account kunnen toevoegen op jullie PlayStation 5 of een gebruiker. En als jullie mij willen toevoegen, hier is mijn naam. Gewoon Samicon. En jullie kunnen ook gewoon alvast abonneren en liken. Dat zal mij echt heel erg helpen. Dat zal eigenlijk mij supporten, zodat ik meer video's kan maken om mensen te helpen. Jullie kunnen ook mij volgen op Twitter en op Instagram. Zoals jullie zien op beeld. En take care. Goodbye.